Hey allemaal, ik ben Kathleen en welkom op mijn kanaal. In deze video ga ik alle bouwtips en tricks aan jullie meegeven die je moet weten voor het spelen van The Sims 4 veel leuker, veel beter te maken om je huizen level up te doen. Of ja, hoe zeg je dat? In ieder geval om je huizen gewoon veel beter te maken en veel mooier ook. Als jullie er zin in hebben, geef deze video alvast een like, abonneer ook op mijn kanaal en dan zou ik zeggen, let's go! Dus ik heb hier een huis gebouwd, dat gaan wij ook nu samen doen. Wat ga ik jullie eens meegeven? Hoe je daken mooi aan elkaar kan laten aansluiten. Hoe je ramen op een mooie hoogte kan zetten. Hoe je planten perfect kan zetten zoals dat je zelf wilt. Aan de binnenkant, hoe je lampjes kan verkleinen, vergroten of andere voorwerpen kan verkleinen of vergroten. Planten omhoog en naar beneden doen om ze op een plankje te zetten. Tafel schuin zetten. Hier ook decoratie in de keuken. Hoe je die perfect mooi op je keukenblad kan zetten. Al die dingen ga ik met jullie meegeven en gaan we samen overlopen. Dus ik zou zeggen, ik verwijder dit huis en we maken snel een nieuw huis. Wat ik altijd doe, voor ik begin aan het bouwen van een huis, ik zet Move Objects aan. Dat betekent dat je voorwerpen overal kan plaatsen waar je dat je wil. Je gaat het spel je niet zeggen, dat gaat niet. Nee, dat ga je eigenlijk uitschakelen. Ik ga dat laten zien. Je hebt bijvoorbeeld, als je je tuin wat wil decoreren en je wilt de plantjes op elkaar zetten, dat gaat niet. Je gaat de cheatbalk openzetten door Ctrl-Shift-C en dan tik je in bb.moveObjects. Dan klik je op Enter en er staat Move Objects Cheat is on. Dus dat betekent dat die aanstaat. En nu, zie je, nu kan ik die planten wel gewoon op elkaar zetten. Dus dat is altijd het eerste wat ik doe vooraleer ik begin met bouwen. We gaan aan het huis beginnen. Ik begin altijd gewoon met een blok. Nu zit ik met een muur. Als ik klik op de Shift-knop kan ik automatisch gewoon een blok zetten. Dus ik zet hier een blok. Dus kijk, als ik in een blok zit en ik klik op Shift, ga ik naar een muur. Zit ik in een muur en ik klik op Shift, ga ik naar de blok. Nu hebben we hier die muur tussen. Klik op Ctrl. Komt er een kruisje bij te staan. Kan je over die muur heen gaan en die zien we weer weg. Het volgende waar we gaan plaatsen is het dak. Om omhoog en naar beneden te gaan in verdieping kan je hier de pijltjes gebruiken. Maar kan je ook de sneltoetsen Page Up gebruiken en Page Down gebruiken. Ja, gaat ook veel sneller. Dan moet je niet altijd naar die pijltjes gaan. Dan kies je een dak. Nu dat dak, ik vind dat veel te hoog. Ik vind dat niet mooi. Wat doe je? Je klikt op Alt en je kan perfect de hoogte kiezen dat jij zelf wilt. Nu ga ik hier een dak zetten op dit stukje. Maar ik wil dat dat precies dezelfde hoek, dezelfde graden heeft als dit dak. Dus je kopieert dat. Je doet dat naar de verkeerde kant gedraaid. En klik je op de komma. Kan je naar de ene kant draaien. Klik je op de punt komma. Draai je naar de andere kant. Dus je zet die goed. En je verkleint dat zodat het mooi op het dak past. Klaar. Nu denk je, ja maar dit dat vind ik echt niet mooi, dat wil ik niet. Kan je wegdoen. Je verkleint dit stukje tot waar je het wil hebben. Nu heb je het probleem dat je hier geen dak hebt. Je gaat het kopiëren en je plakt hier achter. Dan ga je dit stukje pakken, dus de zijkant hier, ga je eraf halen. Klik op Shift en dan kan je mooi één kant omhoog heffen en die andere kant blijft gewoon. En nu is dat hier weg en het dak sluit ook heel mooi aan. Als we hier boven het stukje terras, zal ik maar zeggen, als we daarboven een dak willen zetten, je gaat terug draaien met de punt, komma of de komma. Je zet het hoe dat je wil. Helemaal naar beneden doe ik dat heel vaak gewoon. En dan heb je dat. En dan denk je, ja, hier is het oké. Daar kan ik mee leven. Maar hier, wow, poeh, veel te ver. Dat vind ik echt niet mooi. Ik wil op deze kant een stukje omhoog. Maar ja, als ik hier een stukje shift klik en ik ga het omhoog, dan is het hier niet meer mooi. Dus dat wil ik helemaal niet. Wat ga ik doen? Op dit dak ga ik kopiëren. Ik ga eerst en vooral één vakje terugzetten. Ik kopieer mijn dak. Ik zet het daar mooi naast. Je kan het eventueel verkleinen, dat is niet echt een probleem. Maar nu kan je op Shift duwen, omhoog. En omdat je met twee daken werkt, gaat dit dak gewoon blijven. En enkel aan dit dak gaat het stuk eraf komen. Nu wil je dit stuk ook nog verkleinen. Ook weer op Shift drukken. En dat is verkleind. En het is hier heel mooi aan elkaar sluitend. En zo zet je je dak dus helemaal perfect naar je zin. Dan ga je de buitenkant schilderen bijvoorbeeld. Dus je kiest er eentje. Ik kies een lichte kleur. Ofwel ga je het zelf helemaal arceren. Ofwel klik je op hier op ruimte en dan gaat het automatisch op ruimte. Kan je ook met een knopje. Klikt op Shift en gaat hij de hele ruimte doen. Als je klikt op Alt, gaat hij enkel de muur doen waar hij op staat. Dus Shift ga ik doen en ik duid alles aan en alles is gebeurd. Ik vind ook hier die lijntjes lastig. Zo die vakjes, wat doe je? Je klikt op de G en die vakjes zijn weg. Nu gaan we hier ramen zetten, maar je denkt, ja, dit is te hoog, dit is te laag. Ik wil op een andere hoogte zetten. Wat ga je doen? Je klikt op Ctrl en dan 9 en dan gaat naar boven. Ik doe er 2 omhoog. 1, 2 omhoog. Misschien zelfs, mag voor mij nog,
3, een beetje hoger. 1, 2, 3. Voilà. Als ik nu hier aan ga zetten, wil je dat op dezelfde hoogte als hier. Anders is dat niet mooi. En je weet, je moest 3 keer klikken op Ctrl 9. Dus je doet Ctrl 9 omhoog. Je begint op dezelfde hoogte natuurlijk. 1, 2, 3. Is het te hoog, ga je met Ctrl 0 terug naar beneden. Natuurlijk, je moet dat helemaal niet zo doen. Je kan het ook anders doen als je wil. Het is maar gewoon als voorbeeld. Nu gaan we de tuin maken. Je klikt op de plant die je wilt hebben en dat blijft zo haken. Nu, ik wil dat perfect op een andere manier plaatsen, want dit vind ik niet mooi. Dus je klikt op Alt en dan kan je voorwerp verplaatsen zoals dat je wilt. Dan kan je ook draaien met de plant totdat het staat zoals ik die wil. Maar stel je voor, ik wil hier nog één mooi zetten. Ik klik ondertussen op Shift, die laat los. Shift. En gaat los en voilà. De planten staan er. Je kiest dan iets erin te doen, bijvoorbeeld deze. Als je zoiets hebt van je wilt deze plant vergroten, klik je op Ctrl en haakje open. Als je het wilt verkleinen, doe je Ctrl en het haakje dicht. Dus ik wil die vergroten. Huppla. En ik klik op Alt. En ik kan die heel mooi neerzetten. En dan doe ik altijd nog een beetje terrein aanpassen van kleur. Ik klik een beetje in het rond. Nu kan je huis omhoog doen. Je zet hier een trap neer of wat je ook wilt. Ik wil hier dan ook nog van die mooie pilaren. Je ziet, die pilaren komen ook niet dubbel. Dus wat doe je? Klik Shift. En ondertussen verdubbelen die. Ik zet die ook hier altijd mooi aan de zijkant, aan de hoeken. Omdat dat gewoon een mooiere afwerking geeft. Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak. Dan gaan we naar de binnenkant. Dus we doen page down. Verdieping naar beneden. Je hebt hier ook verschillende muurinstellingen dat je kan doen. Je kan dat ook met knopjes doen. Namelijk end is naar beneden en home is naar boven. Dus we gaan een kleine badkamer maken. Bijvoorbeeld zo. Ik heb al wel door het huis een beetje groter als het voorbeeld dat ik daarnet had gegeven aan jullie. En we gaan stap voor stap een beetje kijken wat alle tips zijn die ik jullie wil meegeven. Dus we beginnen met de living. Hier de zetel, weten we het nog. Als we willen automatisch verdubbelen, klik je op Shift. Nu wil ik de zetel draaien, comma. Nu gaan we een tafel kiezen. Dus je pakt een tafel, maar je denkt die kleur vind ik niet mooi. Als je nu op plus klikt, dan kan je alle kleuren zien die dat er zijn. En dan kan je kiezen wat jij het mooiste vindt. Nu denk ik aan, we hebben geen licht. Ik pak meestal dit licht. Die lichten die zijn zo groot. Ik vind dat niet leuk. Ik ga dat verkleinen. Ctrl, haakje dicht. Met 3. Dan ga ik hier een tapijt. Stel, ja, mooi tapijt. Ik kies de kleur door op plus te duwen. Dan doen we vergroten, want het is veel te klein. En blijf voor dezelfde prijs als je het zo hebt vergroot. Nu, dat je denkt van, ja, maar ik krijg die maar niet goed gelegd. Wat kan je dan doen? Je gaat naar de vloeren. Je neemt dus de vloer die je wilt hebben. Ook daar kan je Shift drukken. En dan is dat meteen de hele vloer. Maar je denkt, ja, maar dat tapijt vond ik niet mooi. Ik wil een ander tapijt. Dus dan kies je een mooi patroon in vloer. Je doet Ctrl F. Dan heb je zo een driehoekje. En dan kan je eigenlijk perfect kiezen als je nu een heel raar tapijt wilt bijvoorbeeld. Kan allemaal, hè. En als je nu terug doet Ctrl F, dan wordt het terug gewoon. En dan heb je hier een heel raar tapijt. We gaan een beetje voor versiering zorgen. Dus ik neem dit plankje, gewoon een zwart plankje. En ik wil daar dit plantje op hebben. Maar dat gaat niet. Wat ga ik dan doen? Ctrl 9. Omhoog. Klik op Alt. En die kan je perfect zetten hoe dat je wilt. Dit kan je ook doen in de keuken. We gaan de eerste de beste kiezen. En je wilt daar een mooie versiering op hebben. Wat ik heel vaak doe in mijn versieringen is deze rolhouder. En voor het bestek in te steken. Ik verplaats even de kast. Dan pak ik mijn voorwerp. Ik klik op Alt. En dan kan ik dat perfect zetten zoals dat ik het wil. Gaan we naar de slaapkamer. Ik vind die, ja, dat achterste stuk vind ik niet mooi. Ook hier gebruik je Alt. Net precies goed. En dan kan je nog zien, het komt hier niet meer uit de muur. Dan gaan we een kastje zetten. En je wilt daar een mooie klok op zetten. Je doet het kastje even weg. Je zet waar je klok wilt hebben. Je zet het kastje terug totdat je hebt wat je wil hebben. Hè. Dan gaan we naar de badkamer. Kies je bijvoorbeeld deze. Ik wil op mijn wasbak wil ik tandborstel hebben staan. Dus Ctrl 9 omhoog. Zie dat het effectief ook niet te hoog is. Anders vliegt het. Voilà, dat staat er. Op. Ik wil er tegen de muur hier een wc-rol, maar die hangt niet mooi. Dus je klikt op Alt en je kan die perfect hangen zoals je wilt. Ik pak dit tapijt. Ik vind het tapijt veel te groot. Dus Ctrl, haakje dicht en je plaatst het waar je het wil hebben. Voilà. Ja, dat waren dus eigenlijk alle tips. En nu hebben we dit huis. Geen mooi huis, maar zo heb ik wel alle tips met jullie samen overlopen. Ik zet ook nog altijd, dat ben ik vergeten, in de tuin. Ook altijd nog een boom, omdat dat wel een beetje camoufleert. Ja, als het bijvoorbeeld iets echt niet naar je zin is, bijvoorbeeld dat dak, dit stukje hier. Ik vind het soms toch een beetje te
veel. Zet hier gewoon een boom en dat valt niet. Zo, dat waren al mijn tips. Ik hoop dat jullie er veel uit geleerd hebben. En ik zou zeggen, probeer ze allemaal uit. Je kan er heel leuke dingen mee doen. En dan zou ik heel graag zeggen, ik zie jullie graag volgende keer terug. Ik heb alvast een video klaarstaan voor jullie, waar ik iets anders doe. Van alles wat je moet weten over de Sims 4, maar dan namelijk met cheats en mods en in het spel. Nog allemaal andere tips en tricks. Dus ik zou zeggen, abonneer je even ook op mijn kanaal om die video's allemaal te gaan zien. En dan zie ik jullie heel graag volgende week vrijdag terug. Doei!